Ken je het fenomeen waarbij een vriend een groepsfoto waar jij op staat op je profiel plaatst of die gênante vakantiefoto? Maar je wilt natuurlijk niet dat iedereen die kan zien. Bijvoorbeeld die vrienden bij een andere jeugdbeweging hebben daar niet meteen zaken mee. Dan kan je ervoor kiezen om vrienden in te delen in lijstjes. Via jouw privacy-instelling kan je er dan voor kiezen welke vriendengroepen wat mogen zien. Je kan je lijsten terugvinden door van op de startpagina van Facebook te klikken op Vrienden. Je krijgt dan een opsomming van jouw vriendenlijsten en bovenaan kan je een nieuwe lijst toevoegen. Je geeft de lijst een toepasselijke naam, zoals Scouts of Vrienden uit Brussel, om die kleine groep van kotgenoten in op te delen. En je kan ook meteen enkele mensen toevoegen aan die lijst en als je klaar bent, klik je op Maken. Alle vrienden die je niet meteen in een lijst kwijt kunt, deel je best onder in een lijst beperkt. Een goede leidraad is het feit of je met die persoon een half uur op de trein zou kunnen praten of niet. Zo kan je bij het maken van een status klikken op het hangslot en ervoor kiezen om de status enkel te delen met een beperkte lijst.